Een hele mooie zondagavond allemaal. Hallo. En van harte welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Heb je leven lief show. En vandaag gaat het een beetje een ander soort aflevering zijn als wat jullie van mij tot nu toe gewoon zijn. Maar je weet, dit is voor mij het moment waarop ik graag jullie brandstof een beetje vul. Met brandstof, met inzichten, met tips, met adviezen die jullie kunnen helpen in het creëren van een fittere, een betere, een gelukkigere versie van jezelf. En als je live kijkt, laat dan even weten van waar je kijkt. Dan vind ik het altijd leuk om jou persoonlijk te begroeten en van harte welkom te heten. En als je doorheen mijn verhaal, want vandaag ga ik verhalen vertellen. Als jullie doorheen mijn verhaal een vraag hebt of een opmerking of iets wat je wilt delen met mij, alsjeblieft feel free, gooi het even in de commentaren. En ik kom er heel graag live ofwel nadien op terug. Ik zie dat er een paar mensen live kijken. Laat even weten wie je bent, zodat ik jouw dag kan zeggen. Vind ik altijd leuk. Anders is het hier een beetje eenzaam aan de andere kant van de camera. Oké. Vorige week had ik aangekondigd dat Karin is aan het kijken. Hey Karin, welkom. Leuk dat je erbij bent. Vorige week had ik beloofd dat ik iets zou vertellen over de manier waarop ik werk. Hey, dag Annelies, wat leuk dat je kijkt. Hoi, hoi. En de manier waarop ik werk, ja, ik doe wel een aantal dingen. En sommige mensen vragen mij, maar hoe doe je dat allemaal? Hoe combineer je al die dingen? Maar voor mij haken die allemaal in elkaar. En ze maken allemaal deel uit van mijn passie, mijn missie. Behalve dan die part-time job die ik nu doe. Elke voormiddag op weekdagen, dat is even iets dat moet. Maar al de rest wat ik doe, wordt allemaal geleid door mijn passie en mijn missie. Daar heb ik het eerder al over gehad. En ik weet niet hoe het bij jullie zit. En laat mij vooral weten, reageer even. Vorige week had ik beloofd, oké, ik ga iets vertellen over hoe ik werk. Maar nu weet ik, de manier waarop ik werk, dat is zoiets raar. Dat is zoiets dat niet iedereen direct snapt. Of mensen hebben daar soms een idee over dat soms helemaal niet strookt met de werkelijkheid. Maar dat is niet zo belangrijk. Dus ik dacht van, hoe ga ik dat nu vertellen en wat ga ik precies vertellen? En hier komt het. En laat mij weten hoe het bij jou zit. Maar ik geloof in synchroniciteit. Ik geloof in vraag en je krijgt wat je vraagt. The law of attraction en al die dingen. The secret en zo. Ja, ik weet het. Het is mijn ding. It makes sense voor mij. Dus, synchroniciteit, wat bedoel ik daarmee? En laat mij weten of jullie dat ook vinden. Of jullie ook zoiets hebben van, ja, soms gebeuren dingen. Soms komen ineens dingen naar jou toe dat je denkt van, huh? Komt dat nu? Het is alsof ik het gevraagd heb en ik krijg het zomaar in mijn schoot geworpen. Wel, bij mij was het dus deze week ook zo. Is het bij jullie zo? Laat weten. Deze week, gisteren. Gisteren kreeg ik plots een vriendschapsverzoek op Facebook van een man. En meestal ben ik al een beetje meewarig als het een man is. Want dan, ik kijk altijd vlug even, scroll ik even door het profiel. En meestal is dat, ah, Annelies, yes. Meestal ga ik daar niet op in. Maar nu was het een beetje anders. En ik zag iets interessants. En ik dacht van, hier wil ik wel eens aandacht aan schenken. En het was van ene meneer Peter. En die was blijkbaar met interessante dingen bezig. En ik heb zijn vriendschapsverzoek aanvaard. En wat ik dan altijd doe, want ik ben een netwerker. Ik vraag altijd en ik hou ervan om nieuwe mensen te leren kennen. En als ik een vriendschapsverzoek krijg, dan vraag ik altijd van, hey, hoe tof dat je terecht bent gekomen bij mij. Mag ik even vragen? Ik ben wel nieuwsgierig. Wat heeft jou tot bij mij gebracht? Een specifieke reden of vind je het gewoon leuk om nieuwe vrienden te maken? En toen schreef hij iets heel bijzonders. Hij schreef namelijk dat hij mij wilde uitnodigen voor een van zijn projecten. Voor zijn project. Hij vroeg of ik mijn verhaal wilde delen. En deelnemen aan zijn project. En ik kijk even om het correct te formuleren. Zijn project is passie pensioneert nooit.
passie pensioneert nooit. En ik dacht, wauw. Wauw, dat is zo. Dat is zo. Iets waar je gepassioneerd door bent. Iets wat je met zoveel plezier en overgave doet. En dat, iets wat je doet als is het jouw missie hier. Daar wil je toch nooit mee stoppen. En het is net dat wat ik ook zocht. En ik ben bijna 50 moeten worden om dat te vinden. En nu heb ik plots heel wat mensen rondom mij die net hetzelfde doen en die daar zeer succesvol in zijn. Mooi hè, Karin? Passie pensioneert nooit. Dat is zijn project. En wat hij doet is, hij interviewt overal ter wereld, heb ik de indruk, mensen die dat doen. En ik lees even, mijn missie is om vrouwen en mannen te inspireren op elke leeftijd hun passie te volgen door het delen van verhalen van diegenen die hen zijn voorafgegaan. Oh, wauw, en hij vraagt aan mij of ik mijn verhaal wil delen. Dit vind ik zo fantastisch. Dit is voor mij synchroniciteit. Iets waarmee ik bezig was om jullie te vertellen. Iets waarmee ik elke dag bezig ben om uit te dragen naar mensen. Om mensen met mensen te gaan samenwerken. Dat mag ik nu plots gaan vertellen voor de ogen van, ik weet het niet meer hoeveel, maar het waren heel veel mensen. Want zijn blog is heel populair en ik zal straks het linkje zetten hier, dan kunnen jullie eens gaan kijken, want ik vind dat fantastisch, zulke initiatieven. Dus Peter de Kuster, topman, ik vind dat fantastisch en ik ben super vereerd dat mijn verhaal daar straks ook tussen mag staan. En ik hoop dat door mijn verhaal te vertellen hier en overal waar ik mag, dat mensen inderdaad geïnspireerd geraken. En dat ik kan gaan werken. Hey Dion, hoi. Dat ik kan gaan werken met die mensen. Vanuit mijn ervaring, vanuit mijn inzichten, vanuit mijn kennis die ik elke dag opdoe. Hen helpen om ook dat stukje meer levenskwaliteit te creëren. En dat meer levenskwaliteit, je weet dat dat bij mij enerzijds gaat over gezondheid. Want daar begint het allemaal bij. Je kunt grootse plannen maken en je kunt tot je 100 willen werken, maar als je niet in de goede gezondheid verkeert, dan lukt dat niet. En de andere kant is mensen helpen met hun onderneming. Met hun onderneming opstarten of met hun onderneming een andere wending geven. En daar wil ik een paar verhalen over vertellen. Want nog eens, synchronicity. Vandaag kreeg ik een artikel doorgestuurd van een geweldige dame. En ik duik even om jou de foto te tonen. Kijk, van deze dame. Zie ze stralen. Zie je, Dion? Die dame is 100 jaar. En die is nog altijd actief als professional network marketer. En dat is wat ik ook doe. En dat is wat Dion doet dat ook. En zij is zo inspirerend, want ik heb haar verhaal, er is een filmpje van. En als je wil, dan zet ik even, als je het filmpje wil zien, zet dan even video. En dan stuur ik jou, dan zet ik het linkje van de video waarin ze haar verhaal vertelt. En ik vond het prachtig. Want dat is wat ik ook wil. Ik vind het zo erg als ik zie dat mensen zitten wachten op hun pensioen. Zitten aftellen naar hun pensioen. Want dan kan eindelijk het leven beginnen. Wel, ik hoop het voor hen. Maar ik weet het niet en ik vind het zo zonde dat ze in aanloop naar dat pensioen moeten omgaan met frustratie en zich ongelukkig voelen en onvervuld voelen en ongewaardeerd te voelen en noem maar op. En ja, dat wil ik dus niet. Daar kies ik niet voor. Daar kies ik niet voor. Ja, inderdaad, leef nu. Leef nu, absoluut, Dion. Dus network marketing, dat is een manier van ondernemen die dat mogelijk maakt. En een van de geheimen van die 100-jarige dame, hoe heet ze? Harriet heet ze. Zij zegt, mijn geheim is, focus niet op je eigen succes, maar focus op het succes en het beter maken en het krachtiger maken van de mensen waarmee jij samenwerkt. En zo focus op
de positieve impact die jij kunt maken in het leven van zoveel mogelijk mensen. Dat is jouw focus. En daardoor ga je vervulling krijgen. Daardoor ga je gelukkig voelen. Daardoor ga je voelen alsof je missie, dat je je missie gaat vervolledigen. Ja, Karin, maar jij bent natuurlijk, you like your job, natuurlijk. Jij doet dat ook. Ook van jou heb ik dat geleerd. Net als van Dion. Jullie zijn twee toppers waar ik zo naar uitkijk. En naar opkijk, moet ik zeggen. En dat is wat ik nu ook snap. En als ik dan zo'n 100-jarige kranige dame die nog elke dag mensen motiveert en helpt in het uitbouwen van hun business, van thuis uit, met weinig of geen middelen, rondom de kinderen, rondom de andere job, maar zoiets voor zichzelf kunnen opbouwen. En het is niet voor iedereen weggelegd, want weet je, in network marketing moet je verdomd hard werken. Dion, Karin, is het waar of niet waar? En heel veel mensen slagen niet in network marketing omdat ze opgeven op het moment dat ze net moeten doorgaan. En dat is ook iets wat die Harriet zegt. Die zegt, heb ik tegenslagen gekend? Natuurlijk heb ik die gekend. Maar elke keer als ik een tegenslag heb, dan ging ik nog een beetje harder werken. En dan groeide ik exponentieel. En dan groeide ook mijn succes exponentieel. En daar zit de sleutel. Dus doen wat je graag doet, dan kost dat ook veel minder moeite natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd, de mensen die nu kijken. En super tof dat jullie er zijn. En laat even weten van waar je bent. Dan kan ik even persoonlijk dag zeggen. Zijn jullie, doen jullie wat jullie graag doen? Een van de nieuwsbrieven waar ik op heb geabonneerd ben van een heel toffe madame. In Gent ook, een Nederlandse madame. Dankjewel. Thanks. Een toffe madame die ook onderneemt en die ook vanuit haar passie en vanuit haar missie onderneemt. En het is een Nederlandse, ze zit hier in Gent vlakbij. Binnenkort gaan we samen lunchen. Kijk er ontzettend naar uit. Die stuurde mij de vraag, doe je graag wat je doet? En dan die stilte om te kunnen zeggen, ja, ja, ja. En ik zou zo graag willen leven in een wereld waar iedereen dat kan zeggen. En daarom ben ik zo blij met een voertuig, een vehikel als network marketing die dat mogelijk maakt. Want dat is hetgeen mogelijk maakt dat je de vrijheid kunt creëren die belangrijk is voor jou. En dat verschilt bij verschillende mensen. De vrijheid bijvoorbeeld om te kunnen reizen, dat is voor die Harriet ook heel belangrijk. Ze zegt, ik reis de wereld rond en ik ontmoet overal fantastische mensen. Ik kan culturen snuiven en proeven en ongelooflijk. En die vrijheid heb ik. Als ik zeg van morgen vertrek ik, dan vertrek ik. Naar waar ik wil. Dat is toch fantastisch. Dat wil ik ook. En ik wil mijn dochter meenemen. Ik wil mijn dochter de wereld laten zien. En jij mag ook mee, Dion. Maar jij doet dat al, hè. Jij doet dat al, hè. En ik vind dat zo fantastisch. Dat ik zie dat dat kan. En ik denk altijd, als Dion dat kan, dan kan ik dat ook. Hè, Dion? Alright. Oké. En het gaat niet over geld verdienen, want vaak wordt er zo gezegd, ja, maar network marketing, daar is het allemaal te doen om geld te verdienen. Geld, geld, geld. En zo snel mogelijk en zoveel mogelijk. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Zijn er mensen die op die manier die business instappen? Absoluut. Dat zal wel. Dat zal wel. Maar er zijn er ook heel veel anderen die dat niet zo zien. En trouwens, ga eens na. Ken jij mensen die rijk zijn? Maar die heel ongelukkig zijn? Ik kan er zo'n paar opnoemen. Dat brengt geen vervulling. Dat brengt toch geen voldoening in je leven. Wat wilde ik daar nog over zeggen? Ik heb mijn notities hoor. Ik heb dit voorbereid. Je weet, ik bereid dit altijd voor. Want ik wil jouw tijd niet verdoen. En ik wil dat je hier iets van opsteekt. En op zijn minst geïnspireerd geraakt. Wat ik zo ontzettend aantrekkelijk vond. De eerste keer toen ik over network marketing hoorde. Dus ondertussen, ja, toch al misschien 20 jaar geleden of zo. En dat was dat hefboom-effect. Want tot dan toe kende ik alleen maar, je kan mensen hun leven veranderen, hoe leuk is dit? Ja, het zal wel. Het zal wel. En als je dan die mensen ziet openbloeien. Als je dan ziet dat ik heb vooral vrouwen rondom mij, dat ze zich ontpoppen tot echte onderneemsters. En dat ze enthousiast zijn. En dat ze dat enthousiasme zomaar overbrengen. En dat ze
netwerk uitbouwen en dat er zo een team, een groepsenergie ontstaat. Ja, rising by lifting others, daar gaat het over. Hè? Dus dat hefboom-effect, daar had ik het over. Wel, tot dan toe wist ik alleen maar, ja, je hebt zoveel uren die je kunt inruilen bij een werkgever voor geld. Dan krijg je een salaris, dan krijg je een wedde, dan krijg je een loon voor de uren die jij daar hebt gewerkt. Maar ja, dat houdt op een bepaald moment, hè. We hebben 24 uur in de dag, dat is het enige wat we allemaal gelijk hebben over gans de wereld. Maar toen ik hoorde over dat hefboom-effect, dan dacht ik van, dit is interessant. Want ik kan naar buiten gaan, mensen lief hebben, want daarvoor ben ik hier op de wereld gezet. Luisteren naar mensen, mensen inspireren, mensen helpen. Mijn netwerk uitbouwen, een product in dat netwerk brengen. Fantastische producten die verschil maken. En daardoor kan mijn succes groeien samen met het succes van al die andere mensen in mijn netwerk. Dat betekent dat mijn inspanningen exponentieel succes geven. Dus mijn tijd wordt verdubbeld. Mijn tijd wordt vermenigvuldigd. En dat vond ik wauw. Dit is interessant. En toen heb ik moeten zoeken naar een bedrijf dat mijn hart wist te raken. Dan heb ik moeten zoeken naar een bedrijf dat producten biedt of maakt. Dat mijn hart raakt ook. Dat bij mij paste. Want ik heb ook een bedrijf moeten zoeken waar ik 100% vertrouwen in had. Met een financiële sterke basis. Met een missie waar ik mij kan in terugvinden. Met een visie waar ik mij kan in terugvinden. En dat heb ik sinds 2,5 jaar. En dus daarom met het hand op het hart kan ik mensen daarin meenemen. Wie wil, wie niet wil, even goede vrienden. Maar wie wil iets voor zichzelf. Of bijvoorbeeld, ik denk aan mensen die ik ontmoet die zo opgevreten worden door hun succesvolle onderneming, traditionele onderneming, dat ze geen tijd meer hebben om te genieten van hun centen. Ze verdienen dan wel goed, maar ze hebben geen rust in hun hoofd. Ze werken dag en nacht, ze zien hun familie niet, enzovoort. Ja, dat is ook niet echt levenskwaliteit. Zo zijn er ook heel veel die starten met network marketing en die zeggen, wauw, nu kan ik met veel minder inspanningen, kan ik een veel leuker leven leiden. En dat is tof. En dat allemaal met een minimum aan investering. Want laten we eerlijk zijn, ondernemen is niet voor iedereen weggelegd. Je moet het natuurlijk ook kunnen. Het vergt ontzettend veel engagement, commitment en discipline. En elke dag opnieuw moet je er staan. Het gaat niet vanzelf. Het is niet voor iedereen, wat sommigen ook zeggen. Maar als je dat ondernemerschap in je buik voelt, dan kun je met een minimum aan investering kun je fantastische dingen doen. Want welke investering heb je nodig? Je hebt een telefoon nodig. Je hebt misschien een auto nodig. Je hebt af en toe een boek om inspiratie op te doen, om jezelf te ontwikkelen. Je hebt hier en daar een training of een workshop of een event waar je naartoe wil gaan. Je hebt wat producten nodig, maar that's it. Daarmee kun je dus een onderneming starten. En ik ben zo blij. Ik heb deze week, afgelopen week, heb ik zo iemand helpen starten. We zijn aan het starten. De eerste stappen zijn gezet en ze heeft er zin in. En ik vind het fantastisch. En het voordeel daar ook is, je doet dat nooit alleen. Weet je, toen ik mijn onderneming begon, ondertussen laten we, 7 jaar geleden. Ja, ik stond er helemaal alleen voor. Ik moest alles zelf beslissen. Ik moest zelf een idee bedenken. Oké, van een business idee met een groot vraagteken. Zal dit werken of niet? Zal dit aanslaan of niet? Ik moest investeringen doen. Die moest ik allemaal afbetalen. Elke maand opnieuw moest ik dat kunnen doen. Dus dat was een enorme stress. En telkens dat vraagteken. Hoe lang gaat dit lukken? En gaat dit nog lukken? En dit en dat. Als je al die bezonjes niet hebt, dan is het natuurlijk al een heel stuk eenvoudiger om het te doen. Dus, oh ja, je merkt het wel, hè. Ik word hier heel enthousiast van. En weet je, als je vraagt aan succesvolle mensen in network marketing,
Wat is het nu hetgeen jou het meeste plezier heeft gebracht in de business? In het begin is dat een nieuwe auto en de lening kunnen afbetalen en een ander huis en je baas kunnen ontslaan en al die dingen en van thuis uit kunnen werken. Dat zijn zo de materiële dingen die in het begin heel belangrijk zijn voor de meeste mensen. Maar eens ze een tijdje bezig zijn en echt succesvol zijn, dan blijven alleen maar de soft dingen over. Nou, soft. Dan bedoel ik, dan gaat het over God, die vrijheid en de persoonlijke ontwikkeling. En de voldoening van al die mensen te hebben geholpen, dat is hetgeen uiteindelijk overblijft. En is dat niet, dan niet het nalatenschap wat je eigenlijk wil? Ik wel in elk geval. Hoe zit het bij jullie? Laat eens even kijken wie is er nog aan het kijken. Ik zie oogjes, maar ik laat eens weten wie er kijkt. Ik zie een duimpje van, oh, ik heb niet gezien. Wacht, ik ga eens kijken. Of Facebook mij vandaag laat scrollen. Soms wel en soms niet. Ah. Nee, ik zie het niet. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. Oeh, ineens gaat dat. Oeh, ik kan dus meer licht. Heb je dat gezien? Wacht, hè. Ah ja, nu is het weer minder. Kijk, hè. Oeh, zie je dat licht veranderen? Maar zeg Facebook, hoe fancy. Oeps, en nu... Ah, kijk. De camera draaien ging ook. Voilà, een mens leert elke dag bij. Goed, dat was een beetje mijn verhaal. Dus mijn verhaal ging over network marketing en waarom ik daar zo gek van ben. Mijn verhaal ging ook over synchroniciteit en hoe ik aan het bedenken was deze week. Hoe ik dit aan jullie zou vertellen. En hoe dan plots verhalen in mijn schoot worden geworpen. Als van Peter de Kuster met zijn passie pensioneert nooit. Hoe geweldig is dat toch? En het verhaal van deze jonge dame van 100, een network marketing professional die nog lang niet van plan is om te stoppen. Want ze zegt, ja, mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld en de mensen is veel te groot. En Peter had ook nog een artikel over onderzoek dat gebeurd is naar mensen die niet meer actief zijn eens ze met pensioen zijn en die daardoor veel vatbaarder zijn voor ontwikkelen van bepaalde ziektes en zo. Dus ook voor je gezondheid is het gewoon heel goed. Alright, voilà. Ik ben dus heel benieuwd. Doen jullie wat jullie doen met passie? Is het jullie passie? Is het wat jullie willen blijven doen? Is het iets waar jullie nooit willen van pensioneren? Daar ben ik benieuwd naar. En als je het filmpje wil zien van die dame, van die kranige dame, dan laat het even weten. Zet 100 of video in de commentaren en dan zet ik het linkje bij jou. Dan kun je het zien. En mochten er mensen zijn die geïnspireerd worden om met mij samen te werken, stuur mij even een PM'tje en dan spreken we af. En dan hebben we het er eens over, dan vertel ik jou hoe dat in elkaar zit en wat we dan doen. En of het iets is voor jou of niet, maar nog eens even goede vrienden. Of als je aan iemand denkt, dat je denkt van, goh, ja, die klaagt wel eens over haar job. Of die zou wel eens iets anders willen doen. Of die wordt helemaal opgeslorpt door haar of zijn onderneming. Laat even weten en dan neem ik even contact. En misschien kan ik helpen. Misschien ook niet, maar dat zien we dan wel. Oké. Heel tof van jullie om zo te luisteren. Ook de mensen die uitgesteld kijken, van harte welkom. En laat ook even weten, wat zijn jouw gedachten daarover? Wat neem jij mee uit mijn verhaal hier vanavond? Wat gaat er door jouw hoofd als je morgen vroeg naar kantoor trekt of naar je werk gaat? Met welk gevoel ga je dan? Laat het even weten. Ik ben heel, heel benieuwd. Ik wil heel graag weten hoe jullie gevoel is ten opzichte van jullie werk. Oké. Heel lekker slapen voor straks. Zorg goed voor jezelf, want dan weet je, dan kun je beter zorgen voor anderen. En voor jezelf zorgen is helemaal niet egoïstisch. Dat wisten we al. Dankjewel dat je er was. Een heel fijne avond en heel graag tot een volgende keer. Bye bye.